Dit is Klauk, een zuiktocht naar de Klaukste Grunnigen. Wel waar het mooist, van stad en ommelaand. Welkom bij Klauk. Mooi Bertus. Goeiedag. 20 vragen goud beantwoord, dus voor de zesde mooi best te bie. Oh. Ik heb gehoord dat we die niks vies mogen. Maar we gaan weer los met waar na je vragen. En waar is het, hè? Een vrouw fout en het is over en oes. Maar zo wie is het nog niet. Beste Kloofheur? Ja hoor. Dan komt voor die vroeg 21. Hoe heet een inwoner van Oezemuiden? Is dat A, een mijmer? B, een hoester? Of C, een meester? Dat is C, dat is een meester. Dat is niet zo stoer, hè? Nou ja. Gefeliciteerd, dat is goud. Vroeg 22. Hou het me boot, mijn stuurhut, mijn mast en ook mijn kiel. Ik wil me die verankeren. De eerste betreurde, Ede Stol, maar waar staat het monument voor Ede? Staat hij A in Delfziel, B in Nijstortenziel of C Kibbelhoorn? Dat is A, die staat in Delfziel, op Diek. Nou, niet alleen goud, het is helemaal goud. Op Diek, inderdaad, Delfziel, antwoord A. Dan is hier voor die vroeg 23 alweer. Welke succesvolle internetondernemer uit Oskert begon zijn bedrijf dat we nog maar 13 jaar oud was? Hebben we het dan over A, Rob Wagenborg, B, Ben Pon, of denkst u dat het C is, Ben Woldering? Dat is C, dat is Ben Woldering. Dat is helemaal goud. Dan gaan we naar de laatste vraag alweer, vraag 25. Let op. Basketbalclub Gasterra Flames heet de Vrouwer A's. Deze naam wordt nog vaak gebruikt door de supporters. Wat is die naam? Is dat A, Wodan, B, Donar of is het toch C, Argus? Dat is B, Donar. Dat is goud. Bertus, gefeliciteerd. We zijn weer een dag weer en we zijn hier weer terug. Tot zoiets, Klauk. Oh ja, nog even. De tussenstand van Klauk.